Goedenavond, of eigenlijk hallo. Welkom op JMB TV. Ik ben Paolo J en vanavond, want het is eigenlijk avond, ik rijd nu momenteel op de A12 richting Zoetermeer. Inderdaad, want de studio van Fresh FM, waar we naartoe gaan, is in Zoetermeer. En dan gaan we gewoon even een kijkje nemen wat wij, ik en DJ Brain, zo dadelijk gaan doen. Komen jullie ook mee? Ciao! We zijn in de Zoetermeer. Ik heb geen idee hoe dat ding werkt. Dat is mooi, dat we kijken. Aan. Ja! Hier hebben we Jeroen, goedenavond. Goedenavond. En we gaan binnen in de studio van Fresh FM. Fresh FM, DJ Briano, hi, Marcello, jawel, love. Lekker, lekker. Ja, helemaal geweldig. Het zit er bijna op voor vanavond. Het is ja. Bijna tijd, het is bijna 12 uur. Het is bijna 12 uur. Het geloof voorbij vanavond. Ja. Ongelooflijk. Gewoon inderdaad. Ik denk dat Marcello heel wat gaat vertellen, daar ben je hele stapel platen voor. Nee. Behoorlijk veel. We hebben 1 uur lang alleen maar gemixt, van heel hard tot... Ja, heel. Dat was wel heel hard. Dat was heel goed. Dat was een jeugdherinnering voor mij in de... Oh, weet je nog, de oude discotheek in Den Haag? Die weer de marathon gaat heten? Ja, hoe weet jij dat? Ja, dat stond... Oké, inside information. Oma Frans heeft het weer teruggekocht, hè. Die gaat het weer... Helemaal goed. Er wordt gezet dat hij weer al het hout naar binnen gaat slepen om weer een oude tent van te maken. Vind ik goed plan. Oké, maar goed, dat was ik even aan vertellen. Ja. De jeugd ging in de O met Mauro Picotto. Mm-hmm. Dat was de eerste keer dat Mauro Picotto hier in Nederland, na Sensation, wat hij eigenlijk niet heeft gedraaid, want het jaar daarvoor moest hij eigenlijk gaan draaien, maar heeft hij niet gedaan, want dan vond hij te weinig mensen, 25.000 man. En zei ik van, dat doe ik niet. Maar is hij wel in de O in Arnhem en O in Den Haag geweest, en daar heb ik hem zelf aangekondigd. Dat was jij ook bij. Daar waren we bij. Ja. Maar dat, aan de ene kant zou je zeggen, van de snop, als je niet op zo'n festival wil draaien, maar van de andere kant wel weer gaaf dat hij dan uitzond. Maakt voor tenten als bijvoorbeeld. En de plaat werd echt op dezelfde manier gewoon wat wij hier in de studio hebben gedaan, gewoon kei, loei en voel me hard. Maar ik had medelijden met je oren. Ja, is dat zo? Ja, het was wel hard. Oké, jammer dat het niet op de video staat, want ze zijn trouwens bezig met JMB TV. JMB TV. Binnenkort te bekijken op www.musicisnow.nl. Reclame. We zullen daar steeds mensen naar verwijzen. DJ Beastmark met de Erk, I-R-K, Kappa is er gedraaid. Heaven is a Place on Earth op vinyl van DJ Gassa. The Counter Move, Myself Free als gouden ouwe voorbij gekomen. En ook de Ultra Beats, The Better Than Life, vertrouwd hier in dit programma. De Alex Party, Wrap Me Up, gaat het erbij zit. Alsmede ook het, even het vinyl aan te horen zo. Het One Doer Project, The King of My Castle. En uiteraard de Cube Guys met Te Quiero. Is als feestelijke plaat ook weer in het rijtje opgenomen geweest. Damn sweet. Ja. Kom ook voorbij. Yep. Phil J met Samba. En plaatje die Brian echt helemaal fantastisch gaat. Had je die nou in de post niet gedaan? Nou, ik heb hem een keertje gehoord. En ik hoorde alleen de intro. En na de intro had ik zoiets van, wat een plaat. En die heb ik alleen gebrand, tenminste. Die heb ik weer binnengekregen. En klaar, dat was het. Ik had hem binnengekregen via de e-mail natuurlijk. Yes. Ja. Over brand gesproken. Ja. Ik heb nog één ding niet gezegd, geloof ik, over gouden oude liefhebbers. Nee, de Wolfland. Aankomende zaterdag is het voor de gouden oude liefhebbers van Italo muziek. Dus echt over jaren 80. In de Wollebrand, dat is, ik zeg altijd maar zo, richting Veilingroute, Naaldwijk. Is het een gelegenheid om aankomende zaterdag eventjes uit je pand te gaan met hele gave dingen. ItaloPartyCrew.nl, daar kan je aanmelden om daar naartoe te gaan. Maar dat even terzijde.
Ik dacht steeds op brand en Wollebrand. Oké, oké. Wat een combinatie inderdaad. Ja, goed, daarna hebben we Holly en Woods met Help Me With Your Love. Heiji en Emmanuel in Weekenden. E poi, non lo so, Gigi D'Agostino is ook voorbij gekomen met Uomo Duro. Tan, tan, tan. En poi basta. Oké, okay, en mezzanotte. En mezzanotte, het is 12 uur geweest. Het is 12 uur geweest, we danken de hoogste stijl voor Mark van Dalen met zijn hele crew. En zijn feestelijkheden vanuit Amsterdam, hier bij Fresh FM. Ik heb trouwens ook even zitten lezen dat we aankomende week een heleboel dingen kunnen verwachten die met Armin te maken hebben. Als je goed oplet, kan je er zelfs een hele gave winst uitslepen. Ook er zijn aardige dingen te winnen. Dus zorg ervoor dat je blijft luisteren bij Fresh FM. Want de komende week is het zeer spannend om dingen die met Armin te maken hebben. Je zal er misschien af en toe eventjes voor moeten reageren hier naar de studio toe. Je kan ook sms'en, maar daarover uiteraard vanaf morgenochtend al meteen weer bij de programma's hier bij Fresh FM vanaf 7 uur. Alles daarover. En kijk anders ook naar www.fresh.fm. Oké, perfecto. Molto goed. Alla prossima settimana. Ciao, ciao Ryan. Ciao. Grazie. Ciao, ciao Marcello. Ciao Paolo, grazie. Ciao, arrivederci a tutti quanti e alla prossima settimana. Ciao. Ciao. Dat was JBTV op Fresh FM. Dit was een stukje JMBTV live op Fresh FM. Volgende keer nemen wij jullie ergens anders mee. Ik heb geen idee waar, dus hou de site goed in de gaten. Goed, en voordat we naar huis gaan, gaan we eerst even bij de gas station. Tot de volgende keer. Ciao, ciao, ciao.